Welkom kijkers bij Barney Vier. Vandaag speel ik Fortnite. En ik heb een paar potjes hiervoor in winden gehaald. Gaan we naar een riet toe? We gaan naar Paradise. De meeste mensen gaan naar Paradise komen. Namelijk zo te zien. Ja. En ik heb een paar potjes hiervoor heb ik een winden gehaald. Dat was best wel lekker met 11 kills. Ik heb het helaas niet gefilmd. Maar dat is mijn opkantje. Hey, waar? Oh, ik zou die meisje goed zo. Vul maar dood, doei doei. Wat zeggen? Oké, valt dood? Nee. Wist ik ook echt hoor dat ik niet eens gevallen. Ik haat het altijd in de video gaat het zo slecht. Wacht, ik ga even kijken. Oh ja. Oh, ik krijg deze als ik nog 8000 XP. Ja, 9000. Zoiets ongeveer. Daarna wordt hij zo. En dan krijg ik de pickaxe. Maar weet dat ik niet snap? Kijk, deze skin wordt uiteindelijk zo. En dan ook nog met zijn jas in het wit. Die jas kan ook nog deze kleur worden. En het hier 100 skin. Is dit. Ik ga deze skin echt niet gebruiken. Ik vind deze zoveel vetter als hij zo is. Deze is toch veel cooler dan die 400 skin. Net zoals deze. Deze wordt het dank zo. Dit is toch veel... Veel cooler, veel mooier dan die 200 skin. Oh shit, je krijgt ook nog een emote bij. Ha. Hij gaat een aanval. Dat is echt zo typisch zo kung fu-achtig. Wist je dat je met deze emote, met dit dansje, kan lopen? Hey Scully, dat is ook een skin die ik heb. Ja, Scully. Ja, kijk, het zit op haar been. Op haar been zit die Scully. Van de Battle Pass die je hier hebt. Die heeft ze op haar been. Deze skin vind ik wel. Maar deze skin vind ik leuk. Alleen ik ga hem denk ik niet zo vaak dragen. Voor deze skin ga ik vaker dragen. Maar voor deze ook. Deze is ook. Ik vind deze ook nu al. Alleen met deze steeds vind ik deze wel vet. De 100 skin. En zo vind ik hem nog gruwelijker. Dit vind ik ook wel. Deze ga ik zo gebruiken. Ik ben al slecht in
dit met alleen om je middel heen. Ze laten draaien van je buik heen, weet ik veel. Daar werk ik wel slecht in. En deze guy die doet het om zijn hele lichaam heen, joh. Om zijn hoofd, om zijn voeten. Die springt er overheen. Ja, we gaan gewoon weer op het zien. Dit vind ik ook echt een vet dansje. Oh, dat was wel heel scheef. Nou, ga lekker met loop, de wallet. Hier, ik heb geen rockets meer, veel succes ermee. Teammates, waar gaan we heen? Ja, ik heb wel 10 minuten, dat bedoel ik. Vertel waar wij heen gaan. Paradise, ik vind het helemaal prima. Nee, misschien spring ik een beetje kwaad. Oké, dat zit wel van een beetje. Ik dacht, oefen het wel, oefen het niet. Maar volgens mij is die guy die in het huis zat, is weg. Die andere. Ja, ik heb net even wat meer op iets nodig. Op zich de loot ik veel heb ik al. Gewoon een grenade launcher en zo. Dat is gewoon prima. Alleen moet ik dan nu even wat meer ammo hebben en dat krijg ik hier. Ja, oké. Go away, piece of shit. Teammate, ik ben een teammate van je. Gast, ik hoor bij je. Nu niet schieten, teammate, dan een blaasje of zo voel. Sorry, ik zie die guy nu ook gewoon echt zichzelf opblazen.
Wacht, kan je hier ook doorheen? Op deze manier. Zo. Nee, door dit stuk. Nee, hier kan ik niet doorheen. Door sommige ramen kun je op die manier er doorheen crouch. Oh nee, laat maar. Ik dacht, stond hier niet in huis, maar dat is dit huis. Dan ga je helemaal ook zo openen, maar daar heb ik niet zoveel aan. Ja, deze rift red ik nog wel. Met die met heeft ook een rift, mooi zo. De windkleider van season 2 is zeldzamer, maar deze glider vind ik mooier. Van season 8, de windglider. Waarom land ik ook bij de ammo? Ik heb dan nog niet zo'n ammo. Je moet een paar zoveel gouden rock launcher vinden, dat is wat ik nu even moet. Voor Nederlands heb ik al wel lekker in het goud. Maar zijn de blauwe rocket launchers alleen maar deze game mode of zijn die helemaal teruggekomen in de game, de blauwe? Deze doen ook. Damage 0, oké, okay, dat is vreemd. Ik weet niet waarom er 0 damage bij stond. Ja, ze zouden wel iets van 100 damage doen. De gouden. De gouden doen volgens mij 121 damage. Heb ik een launchpad? Nee. Nee, laat het zo dat hij zo zat. Best wel goed. Hier. Grenade launcher. Dit is wat de grenade launcher doet. Lingers, daarmee ga ik ze bij mezelf opblazen.
Ja, ik ben met 13 meter, dus ik ga naar deze berg. Daar kan een kanon staan, dan komen we veel sneller bij de cirkel. We lopen nu iets van de route af naar de cirkel, maar als daar een kanon staat... Ja, eerst kan ik top. Snel weg. Oké, fuck dit. Teammates, waar is het andere kanon waarmee die teammate zich afschoot? Weten jullie dat? Oh nee, ja, weet je, ik pak dit kanon wel. Ik kan toch wel wat damage krijgen van de storm. We hebben volgens mij nog niet echt een kanon gevonden. Shit, ik ben net zo goed. Pas op je rug zitten mensen. De berg moet weer vanwege. Deze heb ik gewoon stuk. Ja, ik wist het nu gaat dat. Ja, ik heb hem. Ik vind het prima. Ja, dan maar. Ik ben al lang blij dat ik 4 kills heb in het potje dat ik film. Sorry voor de mensen die wel naar me wouden kijken, maar ik denk niet dat hij gaat winnen. Nou ja, ik ga nu deze video afsluiten, dus ik had het leuk vonden. Als dat zo is, doe dan een blauw duimpje omhoog, like, abonneer en laat ook even weten in de reacties wat jullie liever willen. Dat ik gewoon LTM's ga spelen, zoals ik Explosive nu, of gewoon solo. Ja, of squads, duo doe ik dan niet, denk ik. En dan ligt het er dan natuurlijk ook aan wat voor een LTM is, want sommige dingen wil ik zelf ook niet doen, maar... Nou ja, laat het in ieder geval gewoon weten wat jullie dus willen zien. Dus dan voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. Wacht, ben ik nog iets vergeten? Nee, ik ben niets vergeten. Oh.
Of zijn er nog één potje spelen? Dat kan ook. Wacht, ik weet niet, wanneer begon ik met deze video? Wacht, nou ja, naar de schaak. Wacht, misschien kan ik wel even het potje waarin ik heb groene laten zien. Nee, waarom zijn er maar zo weinig? Oh ja, dat was net. Waarin ik 6 terecht geworden. Wat? Waarom is deze lengte van de tweede maar 1 minuut 14 en ben ik 35ste geworden van de 98ste? Dat kan toch niet binnen 1 minuut? Ja. Ik ga de video afsluiten, dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een blauwe omhoog, like, abonneer en tot de volgende video maar weer. Doei!